Ja, Richard, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft is Blauw. Goedemorgen, Wil. Goedemorgen, Richard. Welkom hier in de show. En de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de mooie single Hotel aan Zee. Ja, klopt. Leuk is die geworden, hè? Ja, en het mooie toepasselijke single voor deze tijd en nu in zo'n prachtige zomer als deze. Absoluut. Ik bedoel, het kan niet beter. Qua weer is het ideaal, dus het is echt een lekker nummer voor in de zomer. Ja. Eerste keer toen de single zag, Richard, ik dacht van, hoe is het nou tot titel gekomen van Hotel aan Zee? Ja, weet je, op een gegeven moment ben je natuurlijk met tekstschrijven bezig en ben je aan het brainstormen van, wat is nou een leuke tekst, een passende tekst. En we hadden zoiets aan zee, een hotel aan zee en een beetje de verbeelding erbij van, een lekker hotel aan zee, mooi weer. Nou, en dat komt er nou beter uit op dit moment dan hotel aan zee. Ja, dus het kwam eigenlijk zo in één keer spontaan. Ja, het is een heel ander geluid dat die carnaval zit van breng me nog een biertje. Ja, klopt. Het is eigenlijk een beetje het geluid, zeg maar, waar wij met ons hele team naartoe gaan, voor mij. En ja, dit is een beetje de lijn wat wij gaan doorzetten. Dit vinden wij ook leuke muziek om te maken, om te zingen, om te spelen. Dus ja, heerlijk. Ja, jij komt uit het Overijsselse Almelo vandaan, Richard. Jij hebt ook veel met Duitse muziek, hè? Ik heb best veel met Duitse muziek. Ik vind Duitse muziek en ook eigenlijk een beetje vanuit mijn jeugd. Mijn ouders die draaiden altijd Duitse muziek. En ja, dan krijg je daar toch wat van mee. En op een gegeven moment ga je zelf zingen. En ja, wat is dan leuker, omdat wij toch een beetje hier aan die kant van Duitsland wonen, om ook Duitse muziek erbij te gaan zingen. Ja, en dan praat ik over muziek van Jurgen Margus, dat soort muziek. Ja, hartstikke leuk. Ja. Dan lees ik op een gegeven moment van de Grenzer Ton Studio, hè? Dat heb je dus met Andreas Lebbing, daar heb je de samenwerking mee, of niet? Momenteel zijn we daarmee bezig. We zijn ook bezig om een Duits nummer uit te gaan brengen. Maar dat loopt nog allemaal, dus dat zit allemaal nog een beetje in de wachtrij. Dus, maar daar zijn we druk mee bezig. Ja. Wat die Andreas Lebbing, ken je, maar dat is eventjes van de luisteraar, de frontman van de groep De Wind, die ooit de grote zon hebben gehad, laat die zon in dein hart, ze gaan maar straks draaien. Maar hoe is dat? Wat is dat contact tot stand gekomen dan? Nou, dat contact dat is tot stand gekomen in verband met dat wij... ik zit namelijk in een team van Willy Oosterhuis. Willy Oosterhuis die is eigenlijk wel hartstikke bekend hier in deze regio. En eigenlijk de rest van Nederland kent hem waarschijnlijk ook wel. Die zit in een team van Music Farm. En Willy Oosterhuis heeft natuurlijk de contacten ook in Duitsland en in Nederland. En ja, hij kent hem ook persoonlijk. Nou, 1 en 1 is 2. Dus op een gegeven moment komen we met elkaar aan de praat. En dan ontstaat er iets. Ja. En dan ga je dan de Duitse versie uitgebracht. En dan heet het Hotel am Meer. Dan heet het Hotel am Meer. Ja, in Duitsland hebben ze net eigenlijk dat soort woorden omgedraaid. Meer is zee. En zee is in Nederlands meer. Dus ja, dan moet je toch even schakelen. Ja. Ja. Trek je dan ook wel eens op en zing je dan wel eens regelmatig in Duitsland zelf, Richard? Ik treed af en toe in Duitsland op. Maar het is wel de bedoeling dat wij ook op het moment dat we straks wat Duitse nummers gaan uitbrengen, dat we toch ook richting Duitsland gaan. Maar uiteraard ook in Nederland. Want ik bedoel, ik vind Nederland nog steeds... Ja, hartstikke leuk. Juist om hier ook op te treden en op de grote podiums is gewoon super. Ja. Absoluut. Merk je dan dat er een muzikaal verschil is tussen het optreden in Nederland als in Duitsland? Weet je, de Duitsers zijn qua muziek toch net wel iets anders. Qua klank van de muziek.
Nou, dat maakt het eigenlijk ook wel weer leuk, omdat je juist die twee landen hebt, wat eigenlijk hun eigen muziek een beetje hebben. Ja, dat maakt het eigenlijk wel weer leuk. Ja. Dus toch verschillende soorten muziek uit kunt brengen. Ja. Want ook in Nederland is het aanbod overweldigend, maar in Duitsland, idem dito, wordt het aanbod ook overweldigend. Ja, absoluut. In Nederland, weet je, je hebt hier zoveel goede zangers en zangeressen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat heb je uiteraard in Duitsland ook. En ja, weet je, kijk, als je, ik vind het altijd zo dat als je iets doet waar je plezier in hebt en wat je leuk vindt. En je doet het met heel je hart en ziel. Ja, dan moet je gewoon doen wat je leuk vindt. En krijg je daardoor een mooie hit of wat dan ook, dan is dat natuurlijk super en mooi meegenomen. Ja. Maar gewoon blijven doen wat je doet. Ja. En plezier nou. Ik lees ergens in een bericht, daar staat Richard Dankerk, ik hou van zingen. Ja, maar je moet niet alles geloven wat er staat, hè? ja, het weet ik niet. Ik weet zo niet welk bericht dat is. Maar weet je, zingen is voor mij een. Ik doe in mijn leven doe ik eigenlijk zoveel dingen. En zingen is daar een onderdeel van. Maar zingen heb ik zoveel plezier in. Ik vind het zo leuk als ik geboekt word en ik sta voor die mensen en ik ben die mensen aan het entertainen. En ze vinden het leuk. Ja, dan heb ik ook plezier. Ja. Nu hebben we deze single, Richard. Wat gaat gebeuren na deze single? Na deze single zijn wij bezig met ten eerste een Duitse nummer wat we gaan uitbrengen. En uiteraard komen er ook nog nieuwe Nederlandse nummers bij. En dat zal allemaal in het loop van dit jaar gaan gebeuren. Dus als het goed is gaan we dit jaar nog 3 nummers uitbrengen. En dan zijn we eigenlijk voor dit jaar qua nummers wel een beetje klaar. En dan gaan we volgend jaar verder. Even voor de luisteraar, vertel even in kort de tekst waar het over gaat van het nummer Hotel aan Zee. Ja, het nummer Hotel aan Zee gaat eigenlijk over een stelletje, zeg maar, wat verliefd is geworden op elkaar. En wat op een gegeven moment waar een beetje een breuk is gekomen. En waarbij diegene eigenlijk voor die andere zingt van, ja, wil je nog een keer een nacht bij me zijn? Ja, daar gaat het eigenlijk. Het is een beetje een liefdesliedje. Waarbij het eigenlijk twee kanten op kan gaan. Het kan goed gaan, het kan fout gaan. Maar weet je, ik zou zeggen, laat het nummer horen en luister de tekst. Ja. En dan voel je precies waar het over gaat. Oké, okay. We gaan even voor de luisteraars, zij die meer willen weten over jou, over Richard Dankerk, waar kunnen ze dat vinden op de social media? Ja, kijk, ik heb zoals elke artiest eigenlijk wel, het Facebook, we hebben een website, richarddankerk.nl, Instagram heb ik, weet je, als je intoets Richard Dankerk op internet, dan komt eigenlijk alles wel voorbij. Oké. Okay. Dus ja. Ja, op de eerste plaats, Richard, heel erg bedanken dat je vanmorgen hier even bij ons live in de uitzending was. Ja, ik vond het super leuk. Ik hoop dat ik bij een volgende keer misschien een keer live langs kan komen. Ja. Dat zou voor mij super zijn. Ja. Ik ga ervan uit dat het bij jullie ook hartstikke mooi weer is. Ja, alleen heel erg warm hier. Het is heet hier. Ja, hè? Ja, dat is het hier ook. Maar goed, ik denk dat bij jou de omgeving daar super mooi is. Ja, ja. Maar goed. Goed, bedankt nogmaals Richard. En ik zou zeggen, nog heel veel succes. En ik zou zeggen, een laatste woord van jou. Richting zeg iets tegen de luisteraars die meeluisteren. Dan ga ik de single starten. Ja, nou, weet je, het is hartstikke mooi weer. En mijn nieuwe nummer Hotel aan Zee is daar een mooie toevoeging op dit mooie weer. Dus ik zou zeggen, luister het nummer lekker, Hotel aan Zee, Richard Dankerk. Richard, dat ga je goed en tot de volgende keer. Hoi hè. Hoi. Dankjewel, doei hè. Hoi.